God is good. Hallelujah. Zijn we nog met een klein clubje? Maar dat maakt het niet minder gezellig. Amen. Toch? Amen. Heeft u zin om onze Vader groot te maken vandaag? Yes. Zullen we vandaag... Nou, wel zin in een feestje eigenlijk. Denk je ook niet? Oh, ja. Als je dan denkt van, als je die poorten binnengaat van de hemel, wat een feest zal dat dan wel niet zijn? Staat u daar wel eens bij stil? Die gouden straten. Yeah. Hoe mooi zal dat wel niet zijn? Dat je geen verdriet hebt. Alleen maar vrede en liefde. Amen. Wauw, daar heb ik wel zin in. Jullie ook? Yes. Amen. Nou, laten we het koninkrijk zoals op de koninkrijk en als op de wereld op de aarde zijn. Amen. Halleluja. Heer, u bent welkom op deze plaats, O Vader. En wij zijn hier om u te ontmoeten, O Heer. Om u groot te maken, O Vader. Heer Jezus, ik vraag u neer uw troon, O Vader. En help de geest, vul deze plaats met uw vrede en uw liefde. En wil u graag om op te staan en mee te zingen en het feest te vieren. Halleluja. Let everything
Thank you.
Heer, u bent groot, o mijn vader. O Holy Spirit, fill this place for the worship of God. Yes. Wij roepen u aan, o mijn vader. Yahweh, wij roepen u aan. Thank you.
Yeah.
Sekutu di dalam nama Tuhan di hadir tempat ini. Amin. Tuhan hadir di tempat ini. Yes. Yes. Tuhan hadir di tempat ini. Yes. Yes. Buka hatimu. Open your heart. Buka hatimu. Open your heart. Sehingga dia masuk di dalam hatimu. Dia ada di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini, Tuhan. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Kami dapat memuji dan memuliakan namamu. Karena hanya namamu saja ada di dalam hati kami, Tuhan Yesus. Dari itu beracara di tempat ini, Tuhan. Ubah kami, Tuhan. Sehingga kami hidup menurut firman-Mu, Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami mau duduk diam. Kami mau mendengar firman-Mu. Bagaimana Engkau manifest, hadir di tempat ini. Penyertaan-Mu yang sempurna. Mari, Tuhan. Heer, ubah kami. Verander ons. Berikan kami kekuatan. Geef ons kracht. Karena kami percaya. Want wij geloven. Bahwa Engkaulah kekuatan. Want u bent ons. Dan nafas bagi kami, Tuhan. En voor onze adem, Heer. Terima kasih, Tuhan. Dank u wel, Heer. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Waar we gebeden en gedanken. Sebelum kami mendengar firman-Mu, Tuhan. Voordat we naar uw woord gaan luisteren. Kami membawa Oriana kepada-Mu, Tuhan. Brengen we Oriana naar u toe, Heer. Dia sedang sakit, ada di Spanyol, Bapa. Zij zit in Spanje, zij is ziek. Tuhan, bawa dia kembali dengan sehat, Bapa. Heer, breng haar terug naar Nederland in gezondheid. Amen. Karena tangan-Mu penuh hand. Dengan mujizat. Uw hand zit vol met woorden. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Er is niets onmogelijk voor u, Heer. Sehingga Engkau pakai Oriana, Tuhan. En u zal haar gaan gebruiken. Untuk kedua orang tuanya, Bapa. Voor haar twee ouders. Isi rumahnya, Bapa. Zelfs ook het hele huis. Ini doa kami kepada-Mu. Dit is ons gebed naar u. Di dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amen. Amen. Wow. Ini Gideon, Gideon Ruth zaman sekarang. Amin. Onze nieuwe Gideon en onze nieuwe Ruth. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Laten we onze handen naar hen richten. Kita berdoa. Wij bidden. Bapa di dalam surga. Vader in de hemel. Kami bawa anak-anak kami kepada Tuhan. Brengen onze kinderen naar u toe. Yang kami minta kepada-Mu, Tuhan. Wat wij vragen aan u, Heer. Pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu.
Gebruiken volgens uw plan. Sehingga mulut mereka Tuhan. Zodat hun mond. Terus menceritakan kasih setiamu Tuhan. Altijd over uw liefde gaat vertellen. Pada teman-temannya Bapak. Naar hun vrienden toe. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Dit is ons gebed naar u toe. Tempatkan mereka. En plaats hun. Di tempat kepemimpinan. Yes. Als een leider. Sehingga pada waktu mereka menjadi dewasa. En zo. Zodra ze dus volwassen worden. Dia akan memimpin jiwa-jiwa kepadamu. Zodra ze dus. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan guru sekolah minggu yang menyediakan waktu untuk mengajar mereka Tuhan, urapi dia dengan urapan yang baru, sehingga firman-Mu yang diceritakan untuk anak-anak ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara. Shalom. Brothers and sisters. Wow. Puji Tuhan kita ada di tempat ini. Terima kasih dat we hier zijn. Allemaal met z'n allen zijn. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. We kunnen God loven en prijzen. Kita bisa dekat kepada Tuhan. Wij kunnen dus naar de Heer toe. Percaya nggak bahwa dia ada di sini? Amin, amin. Geloven jullie dat hij hier is? Mazmur 22 ayat 4 dikatakan dia yang bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Hij zit op de troon van de Israëlieten. Amin, amin. Dan pada waktu kita mengimankan bahwa dia ada di sini. En als wij dus geloven dat hij hier zit. Kehidupan kita akan berubah. Amin. Saya percaya akan berubah, saudara-saudara. Amin. Karena Tuhan mempunyai rancangan kepada saudara dan saya. Bukan rancangan yang jelek. Tetapi rancangan yang baik kepada kita. Amin. Dari itu firman-Nya katakan. Dua atau tiga orang bersekutu di dalam nama-Ku. Aku hadir. Tidak ada teman kita yang bisa hadir setiap hari, setiap waktu. Er is geen enkel vriend van ons die dus iedere tijd van de dag. Ada amin, saudara-saudara. Amin, broeders. Ada amin. Amin. Bahkan suami atau istri kita tidak bisa 24 jam satu hari bersama. Zelfs onze man of onze vrouw die kunnen niet 24 uur naast ons zijn. Yang satu mesti bekerja. Die ene moet gaan werken. Benar, saudara-saudara. Is het zo? Karena memang itulah yang diciptakan oleh Tuhan. That is just what the Heer dus will. Amin. Tapi dia, maar hij, ada di mana-mana. Amin. Hij is overal. Ada di hati saudara. Hij zit in jullie harten. Dia tidak jauh dari mulut saudara. Hij is niet ver van jullie. Ada amin, saudara-saudara. Amin. Dan itu tema pagi hari ini Tuhan. Dalam is het thema van vanochtend. Saya waktu mau menyiapkan apa namanya firman Tuhan dari dua minggu yang lalu. Toen ik twee weken geleden het woord heb klaar gezet. Tuhan, apa yang saya harus bawakan? Wat zal ik welk woord zal ik gaan brengen? Doa minta sama Tuhan. Ik ging bidden ik vroeg aan de Heer. Yang lucunya, saudara. Wat grappig is, broers en zusters. Dan jawab. Hij geeft geen antwoord. Dan jawab. Geen antwoord. Pada malam, tadi malam. En vannacht. Saya bilang sama istri saya. Saya tegen mevrouw. Saya mau isi lagu-lagu di komputer. Ik wil dus liedjes gaan vullen op de computer. Waktu saya isi lagu-lagu di komputer. Toen ik bezig was deze liedjes in te vullen. He will manifest himself. Wow. Hij zal zichzelf manifesteren. Dia hadir. Dia hadir di dalam kehidupan saudara. Hij is aanwezig in jullie leven. Dia hadir di dalam kehidupan saudara, di hati saudara. Hij is aanwezig in jullie leven. Di dalam pernikahanmu. In jullie huwelijk. Di dalam pekerjaanmu. Op jullie werk. Di setiap saat. Iedere moment. Dia hadir. Is hij aanwezig. Dan itu temanya adalah en daarom is het thema. Hadirat sang raja. Amen. Aanwezigheid van de koning. Dia adalah raja. Hij is
yang saudara sembah dan saya sembah, yang saya besarkan dan saya muliakan, dia adalah raja dari segala raja. Amin. Amin. Nah, ada berapa jenis manifestasi atau pernyataan? Hoeveel soorten manifestaties zijn er? Pertama, nummer 1. Dalam diri kita. In onszelf. Karena saya katakan, kenapa saya katakan dalam diri kita? Dia hadir. Waarom zeg ik van hij is in onszelf? Karena saudara dan saya adalah umat pilihan. Amin. Want u en ik zelf, wij zijn dus gekozen door de Heer. We zijn dus eigenlijk de uitverkorenen van de Heer. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Want hij heeft ons vrijgekocht door zijn dure bloed. Kita adalah tebusannya, saudara-saudara. Hij heeft ons vrijgekocht, broeders en zusters. Dulu saya bicara. Ik praat over vroeger. Saya suka bawa, saya punya apa namanya emas, gelang gitu, gelang emas. Vroeger breng ik altijd mijn goud. Saya bawa ke Amsterdam untuk digadaiin, betul nggak? Ging ik naar het pandhuis om dat te gaan verpanden. Pernah ngalamin nggak? Belum pernah. Heb je dat ooit meegemaakt of niet? Gadaiin. Dus ik heb gelang emas. Mijn armbanden, gouden armbanden verpand. Pada waktu kita gadaikan, als wij dat gaan verpanden, kita harus tebus, betul? Moeten wij dus daarna weer gaan betalen. Berarti sudah bukan kita punya lagi, sudah hilang. Betekent dat het niet meer van ons is, dat het weg is, dat het kwijt is. Soalnya enggak kita punya lagi, orang Manado bilang. Dat is niet meer van ons. So hilang. Dat is weg. Sebetulnya kita sudah hilang, saudara-saudara. Eigenlijk zijn we al weg. Tetapi Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini. Maar Jezus kwam van de hemel naar de aarde. Untuk menebus saudara-saudara. Om ons weer vrij te kopen. Waktu dia tebus, saudara-saudara. Toen hij ons vrijgekocht heeft. Sebetulnya kita sudah punya dia. Eigenlijk hebben we hem al. Kita nggak bisa bilang lagi, aku nih, aku punya. No. Wij kunnen niet zeggen, wij zijn van onszelf. Nee. 1 Korintus 3 ayat 16. In 1 Korintus 3 vers 16. Terlihat orang-orang pikir ini Pak Gem cuma ngoceh doang. Firmannya di mana ya nggak? Mensen zeggen misschien Pak Gem die klets maar wat, maar waar is het? Waar staat het? 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Staat in 1 Korintus 3 vers 16. Paulus katakan begini. Paulus zegt. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn geest in u woont? Bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Tahu enggak? Weet jullie dat? Waktu itu Roh Kudus hanya hinggap. Destijds was het zo dat de Heilige Geest alleen maar bij jullie zit. Kalau hinggap berarti masih bisa terbang. Dat betekent dat u dus ook weg kan vliegen. Tetapi perjanjian baru. Maar in het Nieuwe Testament. Dikatakan di sini. Wordt gezegd. Roh Allah diam dalam kamu. Amen. Zijn geest woont in u. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Geef God applaus. Ayat yang ke-17. Vers 17. Ingat ini. Denk eraan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Als iemand Gods tempel beschadigt. Allah akan membinasakan dia. Zal God hem schade toebrengen. Sebab bait Allah adalah kudus. Want Gods tempel is heilig. Dan bait Allah itu ialah kamu. En u bent de tempel van God. Jadi kalau saudara memusnahkan saudara sendiri. Dus als je jezelf gaat vernietigen. Benci kepada saudara sendiri. Dat je jezelf haat. Berarti kau membenci rumah Bapa di surga. Dat betekent dat je dus het Gods tempel haat. Amin, saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Surat Paulus yang berikutnya kepada jemaat di Korintus. De brief van Paulus verder voor de gemeente in Korintië. 1 Korintus 6. In 1 Korintus 6. Ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Vers 19 en 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Van de Geest die God u heeft gegeven. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. En die nu in u woont en u bent niet van uzelf. Benar, saudara-saudara? Is het waar? Saudara-saudara sudah ditebus. Jadi kita punyanya dia. Wij zijn van hem. Dahsyat nggak Allah kita? Berikan tepuk tangan dulu kepada Allah yang dahsyat. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19 sudah kita baca, yang ke-20. Vers 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. Jadi kalau kita mengerti firman ini, dus als wij dit woord begrijpen, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara dan saya. God zal jullie nooit en mij ook nooit verlaten. Kadang-kadang begitu banyak ya, worship leader. Soms zijn er zoveel worship leaders. Mereka mendengar. Zij horen. Sesuatu yang tidak membangun. Iets wat niet opbouwt. Pernah nggak saudara-saudara bilang begini? Hebben jullie dat ooit gezegd? Puji-pujiannya nggak ngangkat. Yeah. Oh, de liedjes die verhoogt ons niet, die verhoogt de Heer niet. Roh Kudusnya nggak ada. De Heilige Geest is er niet. Pernah dengar nggak? Hebben jullie dat ooit gehoord? Tuh gereja Roh Kudusnya nggak ada katanya. Die kerk heeft geen Heilige Geest. Saya mengalami 11 tahun yang lalu di sini. Ik heb dat hier meegemaakt 11 jaar geleden. Roh Kudusnya kagak ada. De Heilige Geest is er niet. Padahal pertama kali waktu dia masuk dia nangis-nangis dengan dengar lagu. En toch toen hij in het begin kwam ging hij huilen en toen hij dus het liedjes hoort. Begitu sudah 3 tahun baru dia bilang Roh Kudusnya enggak ada. En na 3 jaar zei hij van de Heilige Geest heeft hij niet gevonden. Wah, dia mesti banyak baca firman Tuhan. En daarom moeten we eigenlijk heel benarnya saudara-saudara, baca firman Tuhan. Lees het woord, broeders en zusters. Itu kata-kata tidak membangun, saudara-saudara. Die woorden die bouwen jou niet op. Benar enggak? Yes, padahal yes. Tuhan katakan aku diam di dalammu. Terwijl God zegt van ik ben in jou. Roh Allah diam di dalammu. De Heilige Geest zit in jou. Bagaimana kita seorang percaya bicara kepada teman kita Roh Kudusnya tidak ada? Hoe kunnen we iemand die gelooft aan een vriend zeggen van de Heilige Geest is er niet, de Heilige Geest bestaat niet. Begitu banyak ya worship leader yang jadi stres. Er zijn zoveel worship leader die gestrest zijn. Karena apa? Kata-kata yang tidak membangun, saudara-saudara. Door de woorden die dus niet opbouwen. Padahal Kristen-Kristen juga. Ondanks dat ze allemaal Christenen zijn. Cuma mau merasakan. Ze willen alleen maar gaan voelen. Hey, rasakan atau tidak rasakan, Roh Allah hadir dalam hatimu. Jullie voelen of jullie voelen het niet, maar de Heilige Geest is hier aanwezig. Amen. Amen. Jangan lupa. Niet vergeten. Jangan terintimidasi. Niet intimideren. Saya tidak bisa melayani lagi. Ik kan niet meer bedienen. Karena anak saya belum ke gereja. Want mijn kind gaat nog niet naar de kerk. Saya bilang bagaimana kamu bisa tidak melayani lagi? Hoe kan dat dat je niet meer kan bedienen? Karena hanya anakmu tidak melayani di gereja. Alleen omdat jouw kind niet in de kerk gaat. Saya bilang kamu berdoa terus. Jullie moeten verder gaan bidden. Bahkan Tuhan akan bekerja. Amen. God zal gaan werken. Tuhan akan bekerja. Amen. God zal gaan werken. Ada amin saudara-saudara? Ya, amin broeders en zusters. Katakan dulu. Itu yang mantap. Kalau nggak ngantuk saudara-saudara. Anders vallen jullie in slaap. Haleluya. Jadi saudara-saudara. Broeders en zusters. Pemimpin pujian atau singer atau saudara sendiri. De WL of the singers of you. Jangan terintimidasi. Jadi moeten niet geïntimideerd dengan kata-kata yang tidak membangun. Voor de woorden dus niet op gaan bouwen. Ingat bahwa Roh Allah diam di dalam saudara dan saya. Sing dengan dat de Heilige Geest in jullie zit. Ada amin saudara-saudara. Amin. Amin. Katakan lagi satu kali lagi. Ah, mantap. Yang kedua, Tuhan ada di mana-mana. God is overal. Yehezkiel 48 ayat 35. In Ezekiel
48 vers. Tadinya saya juga nggak ngerti ini apa, saudara. Baca. Ngerti nggak? Kira-kira. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. De totale omtrek van de stad bedraagt 8,1 kilometer. En de stad zal de naam woonplaats van God dragen. Saya sih tahu Tuhan hadir di situ, tapi apa urusannya jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta? Ik weet dat God dat de woonplaats is van God, maar wat heeft dat te maken met de totale omtrek van de stad die 8,1 kilometer bedraagt? Satu pikir. Na te denken. Coba 18.000 dikali 0,45. 18.000 mal 0,45. Berapa kira-kira? Hoeveel is dat ongeveer? Meter. Is it in meter wordt het dan? Saya hitung 8.100 meter. Ik heb dus uitgerekend dat is 8000 meter. 8100 meter. 8100. 8,1 kilometer keliling. Dus 8,1 kilometer omtrek. Maksudnya di sini. De bedoeling is hier. Waktu Tuhan ada satu titik. Dus toen God op één punt zat. Tetapi dia bisa ada di titik yang lain. Betekent dat hij ook op een ander punt kan zijn. Tuhan ada di Dordrecht jam segini nih, jam berapa? Jam 11 kurang 10. God is hier in Dordrecht nu op 10 over 10. Di Athena pun dia ada jam yang sama. In Athena is hij ook op hetzelfde moment. Ada amin saudara. Amin broers en zusters. Nah, Mazmur 139 ayat 7-10 dikatakan begini. In Psalm 139 vers 10, vers 7 tot 10. Jadi dia ada di mana-mana ya, saudara-saudara. Ja, is dus overal, broers en zusters. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu, Tuhan? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Yang artinya dia selalu berada di dalam hatimu, di mana kamu berada, dia ada di situ. Dat betekent dat hij altijd bij jou is in jullie harten. Saudara waar tidak bisa pergi dari dia. Jullie kunnen dus niet vluchten. Dia jaga terus. Hij is er altijd. Dan itu ada lagunya kan? Daarom is er ook het lied. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Yes, kenapa dibilang sahabat bukan teman? Amin. Dia bersama-sama kita terus, saudara-saudara. Dan itu ingat, begitu banyak teman-teman yang selalu mau menjatuhkan kita. Zijn zoveel vrienden om ons heen die ons willen laten vallen. Yang ingin kita menjadi malas nggak mau ke gereja lagi. Die zeggen van nou dat wij dus niet naar de kerk hoeven te gaan, dat we dus lui zijn om naar de kerk te gaan. Dengan situasi, jadi nggak ke gereja. In een situatie, dus dat betekent dat je dus niet meer naar de kerk gaat. Ayat yang ke-8. Vers 8. Jika aku mendaki ke langit, als ik naar de hemel ging, engkau di sana. Zag ik u daar? Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, als ik neerdaalde in het dode, di situ pun dia ada. Zou ik u ook daar ontmoeten? Ayat 9. Vers 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar, zelfs als ik vleugels had, dan membuat kediaman di ujung laut, en ging wonen aan de andere kant van de zee. Ayat yang ke-10. Vers 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Amen. Zou ik u daar ontmoeten? Dan tangan kananmu memegang aku. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij steunen. Pertolongan yang tidak habis-habisnya, saudara-saudara. Dan hulp die oneindig is. Tidak bisa kita hitung pertolongannya. Zijn hulp kunnen we dus. Berkatnya kita tidak bisa hitung. Berkatnya kita tidak bisa hitung. Zelfs zijn zegeningen kunnen we niet gaan tellen. Kenapa begitu banyaknya, omdat het zoveel is, broers en zusters. Kenapa begitu baiknya Tuhan kita. Zo goed is onze Heer. Kenapa begitu dia mengasihi kita. Omdat hij ons zo lief heeft.
Saya katakan dengan teman kolega saya. Ik zei tegen mijn collega. Untuk menjatuhkan orang gampang. Om iemand te laten vallen is het heel makkelijk. Tapi waktu kita mau mengangkat orang. Maar als we iemand dus willen opheffen. Justru kita yang diinjak itu ya. Worden wij dus eerst dus getrapt. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Hoe is het met ons Tuhan Yesus? Yesus sudah kasih show. Yesus heeft zijn show. Yang buta melihat. Degene yang bang, yang mati dibangkitkan. Degene die dood is, heeft hij ook laten staan. Tetapi apa kata Petrus? Maar wat zei Petrus? Aku tidak mengenal. Ik ken hem niet. Tiga kali. Drie keer heeft hij de Heer verloren. Tuhan Yesus dihina, diinjak-injak. Hij werd door ons vertrapt. Jadi saudara-saudara, dus broeders en zusters, kalau mau menjadi evangelis mesti injak-injak ya. Seperti kamu. Als jullie net als Jezus kunnen, moeten jullie vertrapt willen worden. Seperti kesetan. Net als een mat. Een mat. Dat is een deurmat. Sebelum kita mau masuk rumah, kita keset dulu ya. Sepatu motor. Dan als jullie gaat, dan gaan we eens onze schoenen schoonmaken. Begitu juga kita pada waktu kita mau membangun orang lain, saudara-saudara. Dan is het ook zo, als we iemand willen op gaan bouwen, broeders en zusters. Pasti kita jadi kesetan orang. We worden eerst maar als een deurmat behandeld. Amin, saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Dikatakan di sini juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. U zal mij vasthouden en uw rechterhand zal mij stevig leiden. Mari kita lanjutkan kembali lagi. We gaan weer verder. Jadi Tuhan ada di mana-mana, saudara-saudara. Amin. Dus onze Heer is overal, broeders en zusters. Ada satu cerita. Er is een verhaal. Saudara-saudara pernah naik boot yang di Amsterdam. Hebben jullie ook zo'n plezierboot in Amsterdam? Zijn jullie daar ooit in geweest? Kira-kira ada 30 orang masuk di dalam sana. Ongeveer 30 personen kunnen in dat boot erin. Ya, belayar berapa jam kira-kira? 2 jam, 1 jam? Gaat misschien varen 1 of tot 2 uur. Dia keliling tuh sana. Hij gaat dus rond en rupanya bootnya tidak ada toilet, saudara-saudara. Maar er zit geen toilet daar op de boot. Dingin biasanya kan pada pengen kencing, saudara-saudara. Als het koud is, dan wil iedereen naar de wc. Bayangkan 30 orang. Ongeveer 30 personen. Begitu keliling-keliling stop. Na de tour gaat het stoppen, de boot. Mereka keluar buru-buru. Iedereen ging vlug naar buiten. Ya, karena toilet satu, saudara-saudara. Er was alleen maar één toilet. Toiletnya cuma satu. Alleen één toilet. Biasanya kan begini kalau jemaat ya. Als het om de gemeente ligt. Lihat bapak pendeta, biar pendeta dulu ya kan. Als je ziet dat de voorganger komt, dan mag de voorganger eerst naar het toilet. Udah pengen mau kencing nih. Iedereen tapi karena pendeta. Maar. Biasanya pendeta dulu kan disuruh. Maar meestal wat is het zo dat de voorganger voor mag. Tapi dia nggak perlu lagi tuh. Maar dia nggak ngeliat pendeta langsung masuk ke sana. Maar op dat moment werd hij gewoon genegeerd. En ging gewoon naar binnen. Karena kebelet ya saudara-saudara. Omdat het geworden heeft. Haleluya. Jadi ada seorang yang menunggu kan 30 kan lama. Padahal udah pada mau kencing semua nih. Als je in de rij moest staan voor 30 personen, dan duurt het heel lang. Ada satu orang dia lihat tuh toilet. Wah, lama banget. En iemand heeft de toilet gezien. Dia jalan-jalan dia lihat pohon kan. Biasa kalau ada kenapa. En toen ging hij even wandelen. En toen zag hij een boom. Dan gak mungkin kan. Ya, nanti kena boete. Maar hij was dan bang dat hij boete zou krijgen. Hij ging even naar verder lopen. Hij liep die blad aan het toilet aan de tempat om te plunzen. Hij zag achter het toilet dat er een plek was om te plunzen. Jadi itu laki-laki langsung ke sana. En die man ging daar naartoe. Teman-temannya juga laki-laki ngikut, saudara-saudara. En andere mannen gingen ook. Begitu mereka ke sana. Iedereen ging. Sudah ada perempuan yang kencing di sana. Zag je al een dame die daar ging plassen. Laki-laki kabur kan karena perempuan weg. En alle mannen die liepen er allemaal weg. Perhatikan. Even op. Kalau kita datang yang perempuan yang kencing. Als er een dame aan. Pasti dia teriak weg gitu kan. Is het zeker een killer. Tapi kalau laki nih kencing. Maar als een man dat doet. Kalau dia ngeliat ada perempuan dia nggak teriak. Als hij ziet dat een vrouw aan komt, zal hij niet gaan killen. Jadi itu laki-laki keluar, saudara-saudara. Dus al die mannen gingen weg. Akhirnya perempuan itu sudah kelar, terpaksa lah si laki kencing di belakang. Die dame was klaar en toen ging die man dus ook achter het toilet plassen. Sesudah itu dia naik bus. Daarna
gingen ze naar met de bus weg. Ternyata ada satu laki-laki dia sebelum masuk bus dia lihat. There was dus één man die toen in de bus kwam, ging die even kijken. Dia lihat ke mana tiang listrik itu. Hij ging naar het lantaarnpaal kijken. Dia lihat ada CCTV. De zag dat CCTV. CCTV is dus een camera daarboven. Terus tuh laki-laki bilang, rupa-rupanya ada CCTV di sana, dia bilang begitu. En die man die zei van, er is daar een camera boven. Perempuan yang melakukan itu, dia bilang begini. En de vrouw die dan dat gedaan heeft. Ah, nggak apa-apa, kita kan udah pergi. Die zei van, geen probleem, we gaan toch weg. Maksud saya begini, saudara. Mijn bedoeling is zo. Kamera di mana-mana sekarang, zaman sekarang. Kamera zijn overal. Udah sama kayak Tuhan. Net als de Heer. Tapi dia tidak bisa melihat di dalam. Maar die kan niet in ons zien. Tetapi Tuhan melihat di dalam hati saudara. Maar de Heer die kan in onze harten allemaal zien. Amin, saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Nah, yang kedua tadi Tuhan hadir di mana-mana. Yang ketiga, God is overal. Tuhan hadir di tengah-tengah komunitas kecil. God is aanwezig in een kleine komunitas. Komunitas kecil. Dus kleine komunitas. Dari itu firman Tuhan katakan. En daarom zegt het woord. Matius 18 ayat 20. In Matius 18 vers 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Omdat zij bij mij horen, ben ik bij hen. Saudara-saudara, saya anjurkan. Broeders en zusters, ik raad jullie aan. Kalau bisa tiap malam doa sama istri saudara, bangun mesbah keluarga. Als jullie tijd hebben om iedere avond met de man, met jullie man of jullie vrouwen, dus te gaan samen te gaan bidden om een altaar te gaan bouwen voor de Heer. Kita sendiri aja de problem. Wij zelf hebben problemen. Apalagi kita berdua. Laat staan met z'n tweetjes. Benar gak? Siapa yang bilang gak ada problemen? Wie heeft geen problemen? Sendiri aja kita ada. Alleen heb je ook al. Kadang-kadang kita bikin sendiri. Soms maken we die problemen. Apalagi kita zelf. Berdua. Laat staan met z'n tweetjes. Yang satu pikir A, yang satu pikir B. De ene denkt A, de andere denkt B. Kadang-kadang yang satu B, yang satu C. Soms is het zo, de ene bedenkt B en de andere C. Kenapa Tuhan katakan di situ, aku ada di tengah-tengah kamu? Waarom zegt de Heer, ik ben tussen jullie? Tangan Tuhan menolong kita. Hand van de Heer, he help ons. Kalau ada masalah apa, buurman saudara mau tolong saudara. Als er problemen zijn, gaat jullie buurman jullie misschien helpen? Kadang-kadang ditolong, kadang-kadang tidak. Af en toe word je geholpen. Apa teman saudara mau terus tolong saudara? Of jullie vrienden jullie altijd willen gaan helpen? Mungkin 2-3 kali, 4 kali akhirnya bosan. Misschien 2-3 of 4 keer en daarna niet meer. Benar gak? Atau enggak kita yang malu ditolong terus? En anders schamen wij ons dat wij altijd hulp nodig hebben. Tetapi Tuhan. Maar de Heer. Dan itu dikatakan. En daarom zegt hij. Sebab di mana dua atau tiga orang bersekutu di dalam namaku. Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan ik bij hen. Amin. Amin. Jadi saya anjurkan. Dus ik raad jullie aan. Kita percaya bahwa di dalam setiap keluarga banyak masalah. Wij weten dat in alle gezinnen heel veel problemen zijn. Dan kolong de anak-anak. Als het niet over de kinderen gaat. Guru sekolah minggu. Masalah. Oh, misschien het zondagschool. Anaknya bilang, ya gurunya ngaco katanya. Padahal gurunya belajarin yang benar. Misschien zijn dat kind van, oh die leraar is van de zondagschool, die doet het niet goed. Atau enggak guru sekolah, ya enggak? Mungkin en lerar, de lerar esok sekolah. Ah, gurunya begini-begini begana, padahal dia yang bolos-bolos. Mungkin heeft de lerar of de lerar es fouten gemaakt, maar eigenlijk gaat dat kind gewoon niet. Masalah enggak untuk kita? Is het een probleem? Suami istri, masalah kan? Man en vrouw, ya. Itu saya katakan. Zijn allemaal problemen. Bangun mesbah keluarga. Maak dus een gezinsaltaar. Kenapa Tuhan Yesus Kristus membuat mujizat yang pertama? Waarom heeft Jezus zijn eerste wonder di pesta pernikahan? Op een huwelijksfeest gemaakt.
Ada amin saudara-saudara. Di situ ada mujizat. Daar zijn de wonderen. Pada waktu kita membangun mesbah keluarga. Als wij dus een gezinsaltaar gaan opbouwen. Di situ ada mujizat. Daar zijn dus de wonderen. Katakan bersama-sama. Di situ ada mujizat. Samen gaan zeggen van, daar zijn de wonderen. Karena komunitas terkecil adalah salah satunya. Want de kleinste communiteit is dus keluarga, een gezin. Itu komunitas saudara. Dat is dus eigenlijk jullie gezin. Ingat waktu Tuhan membuat mujizat di pesta pernikahan. Even nadenken toen de Heer op een huwelijksfeest, op het huwelijksfeest. Dus ada masalah? De, de wonder ging maken. Wijnnya habis itu kan masalah besar. Is er een probleem? Ja, wijn was op. Apalagi zamannya Yahudi. En vooral toen in de Jodentijd. Wah, itu berharga sekali wijn. Dat is heel erg kostbaar. Sampai sekarang raja-raja masih minum wijn. Tot de dag van vandaag, alle koningen drinken veel wijn. Benar. Haleluya. Nah, yang baik kita terus. Laten we verder gaan. Jadi saya tekankan betapa pentingnya membangun mesbah keluarga. Dus ik zeg nog een keer hoe belangrijk het is om een gezinsaltaar op te bouwen. Buat Korintus 5 ayat 7. In 2 Korintus 5 vers 7. Pada waktu kita membangun mesbah keluarga. De tijd dat wij dus het gezinsaltaar op gaan bouwen. Karena kita percaya firman Tuhan Mazmur 139 tadi yang kita baca dari ayat 7 sampai 10. Als wij dus geloven in de Psalmen 139 vers 7 tot 10. Bahwa tangan Tuhan terus menyertai kita. Dat de hand van de Heer ons altijd zal, ook als zal altijd bij ons zijn. Kita pasti. Zullen we zeker van zijn. Hidup dalam damai sejahtera. Amin. In vrede verder gaan leven. Karena ingat. Even eraan denken. 2 Korintus 5 ayat 7. In 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Kita bangun mesbah keluarga dulu. Wij gaan menyanyi, memuji Tuhan. Precies altaar opbouwen, we gaan zingen, berdoa, we gaan bidden. We gaan bidden. Belum kejadian apa-apa, betul? Er gebeurt nog helemaal niets. Tapi karena kita percaya. Maar omdat wij geloven. Apa yang kita minta. Dat wat wij vragen. Pasti akan terjadi. Amin. Zal zeker gebeuren. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita hidup bukan karena penglihatan atau perasaan, melainkan karena iman percaya. Wij leven dus alleen maar door het geloof, niet door het zien of door het voelen. Ada amin saudara-saudara? Amin, broeders en zusters. Nah, yang terakhir. De laatste. Hadirat Tuhan yang keempat ini. Nomor 4. Hadirat Tuhan yang luar biasa dan dinyatakan langsung. De aanwezigheid van de Heer en die direct te zien is. Disebut juga dengan hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Er wordt ook gezegd van de aanwezigheid van de Heer die gemanifesteerd is. Yang telah terjadi. Die al gebeurd is. Di Matius 17 ayat 2 sampai 6. In Matius 17 vers 2 tot 6. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dus Jezus verandert in zijn gelaat voor hen. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden verblindend wit. Ayat yang ketiga. Vers 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ineens zagen zij Mozes en Elia met hem staan praten. Jadi siapa yang mereka itu siapa? Wie zijn hun? Maka nampak kepada mereka. Siapa tuh mereka? Coba ayat yang kedua. Vers 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Siapa itu mereka? Murid-murid. Yes. Ayat yang ketiga. Vers 3. Jadi mereka melihat, padahal mereka melihat Yesus, tapi mereka melihat Musa dan Elia, benar? Ze hebben Jezus gezien, maar ze hebben ook Mozes en Elia gezien. Dengan dia. Met hem samen. Ayat yang keempat. Vers 4. Kata Petrus kepada Yesus. Petrus zei spontaan. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Heere, wat geweldig dat wij hier zijn. Jika engkau mau. Als u wil. Biarlah kudirikan di sini tiga kemah.
Satu untuk engkau, satu untuk Musa, Moses, satu untuk Elia. Elia. Ayat yang kelima. Vers 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, maar voordat hij was uitgesproken, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Kwam er een lichtende wolk boven hem. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, en een stem uit de wolk zei, inilah anak yang kukasihi, dit is mijn geliefde, kepadanya lah aku berkenan. De man naar mijn hart. Dengarkanlah dia. Luister naar hem. Ayat yang keenam. Vers 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Bij het horen hiervan werden de discipelen zo bang dat zij zich plat op de grond lieten vallen. Ayat yang ketujuh. Vers 7. Oh sorry, ayat keenam ya sampai. Ya sampai yang keenam ya. Balik yang kelima. We gaan terug naar vers 5. Di sini manifestasi Tuhan. Hier heeft God zich gemanifesteerd. Inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Dit is mijn geliefde zoon, de man naar mijn hart. Jadi sudah bevestigd dari Bapa di surga. Dit is dus al bevestigd. Karena dia bilang begini, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Suara siapa itu? Suara Bapa di surga. Er kwam een lichtende wolk boven hen. Een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon. Dia katakan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Hij zei dat tegen de discipelen van Yesus. Inilah anak yang kukasih. Dit is mijn geliefde zoon. Kepadanya lah aku berkenan. De man naar mijn hart. Dengarkanlah dia. Luister naar hem. Yesus, kita harus dengar Yesus. Wij moeten naar Yesus. Kenapa? Dia adalah firman yang menjadi firman yang menjadi manusia. Hij is dus het woord die mens is geworden. Ada amin saudara-saudara? Is er amin broeders? Jadi ingat, jangan terintimidasi dengan siapapun juga. Laat je niet intimideren door niemand ook. Kita sudah belajar sekarang. We hebben geleerd. Bahwa roh Allah diam di dalam saudara dan saya. Dat de Heilige Geest woont in jullie en in mij. Kalau ada orang bilang, ah wat banyak begini. Jangan menangani. Yang penting saudara dengan Tuhan. Amin. Belangrijk is ingat yang verhouding met de Heer. Tuhan ada di dalam kita. Denk eraan. Amin. Saya undang pemain musik. Oh, singer. Maju ke depan. Gaan naar voren en de muzikanten. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. We gaan dit lied zingen. Yahweh Rafa Elohim Elohim Shaddai. Thank you.
Dat wij mogen inzien en beseffen dat u zich manifesteert in ons leven. Dat wij beseffen dat de geest in ons woont. Wanneer wij ook zeggen, I'll praise you, O my soul, mijn ziel, wij prijzen u. Uw geest is in ons woont, Vader. Dank u wel, mijn Vader, voor het woord dat u heeft gegeven. Door onze pastor heen, O Heer, wilt u hem zegenen met nog meer wijsheid, inzicht en kennis, O mijn Vader. Heer Jezus, voor zijn gezin, zijn familie, O mijn Vader. Voor deze gemeente, O mijn Vader. Om een daadwerkelijke leider te zijn, O Heer, die uw woord volgt. Amen. Heer, laat hem een fijngevoelig hart hebben. Een fijngevoelig mag zijn voor uw stem, O mijn Vader. Ik dank u, O mijn Vader, voor ieder die hier deze ochtend is, O Heer. Dat we het woord tot ons mogen nemen. Dat we mogen weten, O Heer. O Heilige Geest, u woont in ons. Amen. En dat wij zelf uw tempel zijn, O mijn Vader. Amen. Dat we dan in ons dagelijks leven steeds meer zullen gaan beseffen. Amen. En in kunnen zien hoe groot u bent, O mijn Vader. Dat u overal bent, dat u zo machtig en krachtig bent, O Heer. Dank u wel, mijn Vader, dat u altijd voor ons bent en met ons bent, O Heer Jezus. Ik dank u, Heer, voor uw goedheid en uw genade. In Jezus' naam, amen. Amen. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan. Voordat we gaan afsluiten. Saya mau mendoakan orang. Wil ik voor iemand bidden. Vader in de hemel. U kent Martin. Kom maar met haar na. U verzorgt Martin. Kom hem niet aan te kwaad. U geeft hem kracht. Kom hem niet aan te zeggen. U geeft hem gezondheid. En u geeft dat wat hij nodig heeft. Volgens uw rijkdom en uw heerlijkheid. U heeft mijn woord gehoord. Dat ik in jou ben. Wees niet bang. Wees niet bang. Ik ben met jou. Mijn hand is lang genoeg om jou mee te nemen waar ik ook naartoe ga. Maar vandaag, ik zegen jou in alles. Dank u wel. In de naam van Jezus Christus. Heer. U gaat die altijd met broeder Usman is. U kent hem. Zelfs zijn tranen kunt u gaan tellen, Heer. Dat wat u meemaakt. Dat wat je nu op dit moment meemaakt. Ik ben aan het werk. Ik ben aan het werk in jou. Dat alles waar je erover na gaat denken. Zelfs de koek die jij dus gaat dragen. Geef dat aan mij. Want ik zal een nieuwe geven. Ik zal een nieuwe gaan geven. Dat wat je dus verloren bent, zelfs die hersenen die ooit beschadigd waren, zal ik een nieuwe geven. In de naam van Jezus. Dank u wel, Heer. Heer, uw dienstknecht heeft uw handen op. U bent een moeder die altijd voor de dochter gaat zorgen. Die altijd verlangt dat dit kind een goed kind wordt. Ook verlangen heeft dat het kind ook succes heeft. Denk aan mijn woord. Mijn plan is altijd een goed plan.
Dat alle gedachten in u ben, geef dat aan mij. Geef het aan mij. Geef het aan mij. Doe dat wat je moet gaan doen. 3 jaar geleden heeft je iets verloren. Maar zo dadelijk zal God een nieuwe gaan geven voor jullie. En jij bent een kind. Je hebt het woord gehoord. Ik ben in jou. Je hebt mijn woord gehoord. En ik zal jullie nooit alleen laten. En ik zal jou gebruiken. Om dus, je zal mijn woord gaan geven. In de naam van Jezus. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Jezus Christus. Dank u wel, Jezus. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Dan Roh Kudus yang manis, diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu, bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah kesehatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Yesus memberkati. Amin. Thank you.